Hier zal ooit eens een natuurhuis komen. Ja, dat hoop ik nog altijd. Maar de laatste berichten uh, geven weer dat de wethouder uh, er geen 180.000 euro voor over heeft. Dat is het bedrag waar we tekort komen. En daarvoor hebben we medio december al een verzoek gedaan aan uh, het college en de raad. En daar hebben we eigenlijk nog steeds geen officieel antwoord op. Wij vinden uh, dat wij als uh, vrijwilligers van de Stichting Naturus uh, wat genegeerd worden. Uh, we horen niets, uh, we vernemen niets en het is dus wel om die mondelingen. Uh, Toezegging van de gemeente, van de wethouder. Van dat hij de raad iets gaat voorstellen. Maar ook dat hebben we nog niet gezien. Dus uh, wij vinden dat we niet serieus genomen worden als uh, vrijwilligers. Ja, want dat gebouw gaat 1,1 miljoen kosten. Hè? En daarvan komen jullie dus nog 180.000 tekort. Ja. Uh, is dat niet op een andere manier uh, op te brengen? Nou, nee, dat is niet uh, op een andere manier op te brengen. Wij moeten als stichting. Uh, ...moeten wij nog 100.000 uh, euro bij elkaar zien te krijgen. En daarover zijn contacten met een aantal grote sponsoren. Uh, die hebben ook wel een toezegging gedaan. Alleen die zeggen van ja, uh, wij willen pas een toezegging echt uh, gestand doen. Als de gemeente ook uh, de 180.000 euro gaat bijleggen. Ja, ja. Wat, de, wat de stad gaat missen is een hele mooie stepping stone. Hier, uh, hier aan, aan deze kant van, uh, van Almelo. Een prachtig natuurhuis uh, wat hier zou komen. Uh, echt innovatief, duurzaam. Ecologisch heel erg mooi gebouwd. En in een park wat er veel fraaier gaat uitzien. Waarbij we ook als Stichting Naturus het, de aanleg zullen verzorgen. En ook het onderhoud voor de komende jaren ook zullen gaan doen. Dus er vindt, vindt hier een enorme opleving in dit gebied van Almelo plaats. Ja, wat we ook dan missen, hè, als, het, als het niet komt, is een hele groene bewering hier in, in Almelo. Want ja, een aantal verenigingen hebben al gezegd van wij, uh, wij willen wel meedoen aan die groene bewering. En, maar dan moeten we wel een onderdak hebben in een nieuw natuurhuis. Omdat het tijdelijke natuurhuis van de Deeldersestraat uh, daarvoor te klein is. Het is helemaal aan de rand van de stad. Het is, uh, het is, ja, het is niet moeilijk bereikbaar, maar wel, je moet het wel uh, weten waar het is. Het is moeilijk te vinden. En als het hier dus in de, in de stad, uh, midden in de stad zou komen, dat zou een enorme opsteken voor de gemeente Almelo zijn.